Niet alleen bakjes friet of snacks gingen dinsdag van hand tot hand in deze snackbar in Stratum. Hier werd namelijk ook een nieuw fotoboek overhandigd. Als aandenken aan een bijzonder onderzoek. Zou ik bij deze aan jou willen overhandigen. Dankjewel. Want in 7 frietzaken in de stad werden maandenlang verhalen verzameld van klanten. In plaats van een enquête gingen onderzoekers van Fontis in gesprek met cafetariaklanten. Om zo verborgen wijkverhalen op te rakelen. Dat er onzichtbare informatie boven water komt en dat je dingen hoort die anders verborgen blijven. Of die je niet via een enquête of via een andere methode hoort. Dus je moet dan echt door die verhalen ophalen en dat proberen te interpreteren en kijken van wat speelt en leeft er in de buurt. Dat was eigenlijk ook steeds ons mantra van we willen weten wat er speelt en leeft in de buurt. Ook in de zaak van Remy gingen de onderzoekers in gesprek met bewoners. Volgens de eigenaar is in een snackbar voelbaar hoe het gaat met de buurt. Het gaat dan een stukje over, ook over die dubbele snelheid in de samenleving. Daar gaat het onderzoek ook een klein beetje over en die merk je hier heel goed. Er zijn heel veel mensen waar je echt aan merkt dat ze achtergesteld worden. En dat is ook de achterstand steeds groter wordt. En dat gaat op zo'n manier dat het dadelijk niet meer te belopen valt. Die mensen hebben dadelijk eigenlijk alleen nog maar armoede. En niet veel anders in het vooruitzicht als armoede. Ja, je hebt data nodig om een land te regeren en verhalen om het te begrijpen. Je kunt nog zoveel data verzamelen als je wilt, maar die verhalen die maken het leven. Dan kan je er iets bij voorstellen. Om die verhalen op papier te krijgen was een van de vragen: wat is voor jou een schat in de buurt? En misschien past Remy zelf ook wel in het rijtje. Ben jij dan stiekem ook een schat in deze buurt? Daar laat ik een ander over. Zo'n schat ben ik niet, denk ik, hoor.